Goed, we gaan nu naar de watertekens, vis, kreeft en schorpioen. Kijk eens, we beginnen met de vis. Knight of Cups, ja, er kan iemand binnenkomen met een bosje bloemen en een beker. Misschien jij zelf wel, hè. Misschien hou je stiekem wel aan die persoon vast. Hoop je dat deze komt. Of die persoon houdt zich stiekem vast aan jou. Ja, iemand gaat weglopen uit een situatie wat niet meer past. Wat nog meer voor de vis? Misschien vind je het moeilijk om te kiezen of vond die persoon het moeilijk om te kiezen? Was die een beetje een verwarring? Wat moet ik nou? Nou, er komt toch een einde aan een situatie. Want te veel mes steken in de rug. En ja, deze persoon wil vrij bewegen. Knight of Pentacles, deze persoon heeft er lang over gedaan. Om ja, hier tot dit moment te komen. Wat er meer voor de vis. Ja, dingen worden gemanifesteerd. Deze persoon heeft waarschijnlijk zo over jou gedroomd. Queen of Pentacles. Deze persoon kijkt tegen jou op. Vindt jou een mooi iemand. Wil naar jou toe lopen. Wil iets stabiels opbouwen. 10 van bekers. Of 7 bekers. Verklaring. King of Pentacles. Ja, deze persoon wil iets stabiels. Trouwen met gezel aan zijn zijde. De vis. Ja, de toren valt onder de 10 van zwaarden. Ja, dat is een eind gekomen aan iets. 10 van zwaarden is een eind. Samen met de toren, dus er zijn heftige dingen gebeurd. Kan plotseling gebeurd zijn, in ieder geval, wat niet meer past. Dus ik gelijk dit te kijken en ja, de 2 van bekers voor de nieuwe liefde. Gaan de dingen instorten in het leven van deze persoon. Goed, haar voorwerpjes erbij pakken. Ja, jullie horen elkaar als 2 blaadjes aan een steeltje. Deze persoon heeft zich misschien een tijdje verstopt met de schelpen. Hield jou toch wel in de gaten. Misschien foto's. Ja, misschien is deze persoon bang voor roddels. De vis heeft zich misschien lang vastgehouden aan de oude situatie. Wil nu toch vooruit. Heeft wel een gebroken hart van dingen overgehouden. Misschien om weg te lopen uit de oude situatie. Torenmomenten. Ja, slingert misschien heen en weer met gedachtes. Van wat moet ik nou? Ja, ik zie ook tranen. Een traan. Maar er is wel liefde met de roos. Ja, er komt weer vrede. Misschien zijn er muziekboodschappen geweest tussen jullie. Even kijken wat voor letter hierop staat, de R. Ja, iemand heeft zich eenzaam gevoeld zonder de ander. Love much. In ieder geval, er moet meer gelachen worden en veel van elkaar gehouden worden. Not a real thing. Iemand heeft niet zijn ware gezicht laten zien. Deze relatie. Ja, er moet meer vertrouwen komen.
Huis van Vertrouwen speltje. Zodat jullie naar rustige water kunnen varen. Naar het paradijs, paradiso. Iemand heeft zich als een koe gedragen. Dom gedragen. Alles komt weer in balans. Ja, en het was een zware last. Maar ja, alles gaat wel sneller vooruit met het vliegtuig. Maar dit vliegtuig lijkt ook wel een beetje neer te storten. Dus gaan dingen waarschijnlijk instorten voordat jullie weer bij elkaar komen. Goed, dit was voor de vis. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, dan gaan we nu naar de kreeft. Welkom kreeft. Vijf van pentakels. Ja, het kan zijn dat jij je in de steek gelaten voelt door iemand. De deur is ook dicht. Het kan ook zijn dat je een gebrek aan spullen hebt. Dat je denkt, ja, mijn leven loopt gewoon niet fijn. Deuren zitten dicht. Voel me eenzaam, maar hier ligt wel een sleutel, zie ik nou opeens. Dus sta op en pak die sleutel. Wat er meer voor de kreeft. Torenmoment. Heftige energie allemaal. Dingen gaan instorten wat niet meer bij je past. Dat kan plotseling zijn. Wat nog meer voor de kreeft. Maar je kan zelf een andere weg manifesteren. Want je hebt wel die kracht. Als iets niet past, dan, ja, dan komt soms een torenmoment. Hè? Want het universum die grijpt dan in. 9 van zwaarden. Je hebt slapeloze nachten ergens om. Nachtmerries. Misschien om een man in je leven. King of Cups. Zie ik deze ook nog. Dat brengt je hoofdpijn. Stress. Zijn misschien gemene dingen gebeurd. Conflicten. Verraad. En jij bevoelt je daardoor ongelukkig. Wat nog meer. Maar je hebt wel heel veel intuïtie. Je staat wel in verbinding met het universum. Doe dan die torenmomenten, misschien sta je meer open voor het universum. Zoek je ook hulp bij het universum. En dan kan je een andere weg manifesteren. Wat nog meer? King of Swords. Ja, vergeet niet dat je kan communiceren met het universum. Een hele andere weg kan inslaan die jou veel meer bekoring geeft. Ja, leer meer te communiceren met mensen om je heen. En met het universum dus. 9 van zwaarden. Ga in je kracht staan. Hè. Laat niet al die gevoelens van onmacht over je heen komen. Je kan het zelf allemaal veranderen. En de koning van Cups. Hier om. 5 van Cups, ja. Denk niet meer aan teruggaan wat geweest is. Verloren liefdes en misschien dingen dat je anders aangepakt zou willen hebben. Het is eenmaal zo hè, dat het zo gelopen is. Even kijken wat dit is. Ace of Swords. Ja, er komt een nieuw begin. Met communicatie misschien. Beslissingen die gemaakt worden. Goed, ik ga even wat voorwerpjes erbij doen. Je hebt de duivel, dus zijn misschien
ja, moeilijke dingen geweest, hè, verleidingen. Je moest trotseren. Wees bereid om er nu voor te gaan. Om nu het juiste pad te kiezen. Misschien moet je met iemand het goed maken. Misschien met iemand onderhandelen. Ja, de hand geven. Misschien bescherm je hart. Je ziet dan een strijder met een schild. Ja, dingen zijn nog niet helemaal zichtbaar voor jou. Het zit nog opgeklapt. Is paar puzzelen opgeklapt. Maar toch komt er wel iets. Een treffer in je leven. Dus je kan het zelf veranderen. Iemand, zodat je echt de roos treft. Kijk in ieder geval... Net als giraf zie je het al voor je. Hè? Je hebt een brede blik. Die kan ver kijken. En dat kan je eigenlijk ook. Jij bent er ook een priesteres. Ja, er komt weer geluk in je leven. Maar je moet er wel in blijven geloven. Je hebt een sterretje nog aan. Ja, je bent misschien gewond geraakt. Hè, met een pleister. Ja, er moet iets geheeld worden. Er zitten nog wat klitten misschien in je haar en in de situatie wat nog uitgeklit moet worden. Misschien heb het met een tweelingziel te maken of iemand een sterrenbeeld tweelingen. Dingen zijn nog niet helemaal duidelijk voor je met vraagteken. In ieder geval, ja, Cupido is hier wel. Een engel van de liefde, hè? Kleine engeltje. Ja, er moeten dus misschien keuzes gemaakt worden dus in jouw leven. Zodat je weer vrolijk door het leven kan gaan. De weg wordt gewezen met kompas. Een hoefijzer, misschien heb je een paard of zo. Maar er komt geluk weer. En iemand draagt jouw hand in zijn hart, in zijn handen. Ja, misschien ben je wel weggevlucht uit een situatie. Dat is assenpoester voor de prins. Ja, in ieder geval komt weer geluk met de ster. Je moet wel in je kracht gaan staan. Je gaat echt oprijzen als een phoenix hier. Ja, wees die leeuw, wees krachtig. De zegenwagen, dus je gaat zegen vieren, je gaat dingen bereiken wat je moet bereiken. Je gaat sneller. Je bent een diamant. Er wil iemand jou een beker komen brengen van de liefde. Iemand die het hart van jou wil openen. Ik zie toch ook weer iemand, een duif, met een hart. Misschien iemand op langere afstand van jou vandaan. Ja, samenkomen met iemand die, misschien als tweelingziel. Misschien een echte verbintenis met een ring. En een mooi huis en huiselijk. Geluk samen. Goed, dit was voor de kreeft. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, laatst is de schorpioen van de watertekens. Van element water. Welkom schorpioen. Ja, schorpioen die staat misschien in de kracht. Is gegroeid van het lammetje naar de leeuw, hè? Page of Cups, misschien wil iemand de liefde komen brengen. Je hart gaat misschien sneller kloppen van iemand. Six of Swords, je wil naar rustige wateren varen.
Ja, weer die liefde die je voelt voor iemand. Maar je vindt het soms een beetje moeilijk om keuzes te maken in je leven. Je twijfelt soms. Ja, af en toe dreig je wel eens te verdrinken in de emoties. En daar moet je toch wel meer de kracht voor krijgen. Erin groeien dat je het nou gewoon kan, hè. Zijn misschien wel aanvallen op je, maar zet jezelf in die bubbel, zodat jij kan opreizen. Weglopen uit de situatie, zodat jij naar rustige wateren kan varen. Queen of Cups, verklarende kaart. Ace of Cups, een nieuw begin in de liefde. Dat is heel mooi, heel mooi. Seven of Cups, dus keuze. Wat moet ik nou? Als je wil. Ja, je gaat toch verbinden met gelijkgestemde mensen. En feest vieren. Dus je gaat die keuze gewoon maken. Ook al twijfel je wel een beetje. Maar je gaat wel de goede keuze maken. En dan gaat de zon weer schijnen voor je. Goed, schorpioen. Even kijken naar de voorwerpjes. Ja, je wordt steeds wijzer hier met die kleine uil. Kom een einde aan de oude situatie, wat niet meer past. Daar ga je de kracht voor krijgen. Misschien heb je een tijdje in de put gezeten. Maar wensen gaan wel uitkomen. Het is Amerika. Even kijken hoor. Misschien ga je wel naar een ander land verplaatsen. Of misschien is er een geliefde die ver van ver komt. Dat is iemand die jouw hartje, hè, liefde in zijn hand houdt. Ja, moeten misschien keuzes gemaakt worden. Tussen je hoofd en het hart. Je bent mooi, je bent zuiver. Ja, je bent die koning. Iemand is met jou verbonden. Dus twee vlinders aan elkaar. Iemand die ook aan het transformeren is. Iemand wil graag lachen met jou, jou liefhebben. En hier staat de letter D. Ja, misschien heb je een beetje afgesloten in de hermitfase geweest. Misschien iemand anders ook. In de schulp gekropen. Ja, het zijn wel eens moeilijke periodes geweest in je leven. Het zigzag bochten. Je gaat wel luisteren naar de roeping van het universum. Om misschien dingen achter te laten. Komt geluk. Met hoefijzer. Veranderingen met een sneeuwvlokje. Niet meer eenzaam voelen. Je gaat je verbinden met gelijkgestemde mensen. Er is iemand die jou misschien een kusje wil geven. Misschien jou ook aan die persoon. Dingen komen weer in balans.
Ja, er komt hier een duif met een takje. Dus ja, vrede. Alles gaat weer straks in stroom. Ja, sneller lopen, hè. Dus in versnelling met een zegenwagen. En het kan zijn als je een tweeling ziet dat je dus samenkomt met echt iemand. Ja, een nieuw begin in de liefde die bij je past. Dus dat was mijn reading. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!